daar eenvoudig voorbeeld van. De Neandertaler die zijn eerste knuppel gebruikte om een konijn dood te slaan, zal ik maar zeggen, maakte gebruik van die technologie van die knuppel. Of was die knuppel het eerste toen hij had? Het woord saboteren, weet iemand waar dat vandaan komt? Dat is een soort analogie, maar ik ga heel erg verder in de tijd. Industrieel, begin industriële revolutie, de stoommachines, textielindustrie Zuid-Frankrijk. Textielarbeiders doodsbang dat ze hun banen zouden verliezen aan die stoommachines die de weefgetouwen aandreven. Daar gooiden ze hun klompen in, omdat stuk te laten gaan, want anders zou hun werkgelegenheid verdwijnen. En het Franse woord voor een klomp is een sabot. Vandaar. Ik wil met deze twee vergelijkingen alleen maar zeggen dat er is in technologie en technologieontwikkeling een invloed op de maatschappij, zolang de mens bestaat, geen onderscheid te maken in het principe. Steeds is het zo geweest dat een heleboel nieuwe technologieën of ideeën werden weggesmeten, maar er een paar overbleven die zeer essentieel waren voor de mensen die dat op dat moment konden benutten. Het is dus ook nogal tijd en context bepaald of technologie wel of niet succesvol is. Dat maakt het probleem extra moeilijk, want die industriële revolutie waar ik net over had, heeft, zoals jullie allemaal weten, maar ik moet het even, om naar mijn onderwerp te komen als inleiding toch noemen, heeft na de landbouwperiode een geweldige letterlijke revolutie teweeggebracht, die zich kenmerkte tot wat we nu herkennen als silo gestructureerde en autocratisch georganiseerde geleide ondernemingen. Want centralisatie was het geheimwoord om die dure machines per eenheid zo goedkoop mogelijk te maken, voorraad zo goedkoop mogelijk in te kopen, bla bla bla. Kun je iets bij voorstellen? En een paar kenmerken van deze tijd zijn dat we nog nooit in de geschiedenis van de mensheid, voor zover wij die kennen met elkaar, zoveel goed opgeleide mensen hebben gehad. Ga hier rustig zitten. Dus we hebben nog nooit zoveel goed opgeleide mensen gehad. We hebben uit diverse andere presentaties vandaag al kunnen horen met de wet van Moore dat de rekencapaciteit die we ter beschikking hebben nog nooit in de geschiedenis zo goedkoop is geweest en zo klein in fysieke omvang bedoel ik. Kleine chips, een paar millimeter bij een paar millimeter. Die wet van Moore die wordt op allerlei manieren geciteerd en we zitten in een exponentiële groei daarvan. Daar komt nanotechnologie vlak achteraan en biotechnologie zit daar weer vlak achter en die zitten beide ook echt aan het begin van een exponentiële groei. Al dat soort dingen leiden ertoe dat de moderne mens, zou ik maar zeggen, de mens die nu leeft, een heleboel wantrouwen heeft gecreëerd tegen al die grote instituten, silo georganiseerd, autocratisch geleid. Dat hij zelf informatie kan bereiken wat tot nu toe praktisch onmogelijk was. Kenmerkend voor de meeste huisartsenpraktijken is dat de patiënt daar komt die zijn eigen diagnose heeft gemaakt en aan de huisarts vraagt of hij dat goed genoeg heeft gedaan. En bijna niet meer andersom. Dus je haalt de informatie zelf van het net. Je interpreteert dat, heel vaak fout. Maar soms ook goed. En als die huisarts wijs is, dan gaat hij het gesprek met je aan over waar je ook nog aan had kunnen of moeten denken, et cetera. Hij is een totaal andere rol terechtgekomen dan de huisarts die vroeger naar je ogen keek en zei: dat heb je. Hier heb je een pil, naar bed. Zoiets. Dan nu, in die context van het geven van zo'n soort voordracht, heb ik eind december, anderhalf jaar geleden, iemand ontmoet die zei, ja, ik ben aandeelhouder van een ontwikkeling. We zitten met 15 man in, hebben allemaal een paar ton ingestopt. En die jongens zijn met iets briljants bezig, denken wij, want daarom hebben we dat geld ingestopt. Maar het verhaal dat jij nu houdt, daar heb ik ze nog nooit over horen praten. Kom eens met ons praten.
We zijn nu anderhalf jaar mee bezig. En in die anderhalf jaar is aan de technologie bijna niks meer verder ontwikkeld. En dat hadden ze perfect voor elkaar. Maar is er ontwikkeld aan wat je zou kunnen zeggen governance en control. Want ik zou het vandaag met jullie hebben volgens de agenda over een betaalsysteem. En dat is hartstikke lastig om dat in beeld te brengen, want betalen is voor ons allemaal iets als water drinken. Of met water spelen of zoiets, wat je er ook voor connotatie mag geven. Het is dus iets zo vanzelfsprekends in ons leven, dat heel veel mensen er bijna niet of eigenlijk nooit over hebben nagedacht. Ook niet de bestaande lieden, die bankiers, dat betaalcircuit organiseren. Alleen daar wordt het niet ingegeven door het feit dat betalen zoiets gewoons is. Nee, daar wordt het ingegeven door het feit dat betalen een hele mooie bron van inkomsten is. Van zelfs zeer veel marge. Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld, al nog maar 3 jaar geleden, dat 30% van de bruto marge van middelgrote en grote banken uit het betalingsverkeer komt. Ondanks wat ze ervan zeggen. Onjuist. Dat is één aspect. Het tweede aspect is dat je, en dat zie je nu heel sterk in de afgelopen anderhalf, 2 jaar, dat banken het betalingsverkeer eigenlijk beginnen te gebruiken, in strategische marketing technische termen, als het loket via welke je altijd met de klant in contact bent aan wie je nog andere producten wil verkopen. En dat is vooral veroorzaakt door het feit dat al die andere producten die in de afgelopen 30 tot 40 jaar door bankiers werden ontwikkeld, in de afgelopen 2 jaar zo achterlijk veel kritiek hebben gekregen van het publiek, van de politiek, over de hele wereld. We hebben er onze crisis aan te danken of te wijten, wat je wilt. Dat een mindset is, hoe kan ik die klant nog langer melken, zou ik maar zeggen. Ik gebruik wat woorden kort door de bocht, maar als iemand daar bezwaar tegen heeft, moet je dat maar zeggen, dan omschrijf ik het wel weer. Dus, die jongelui die ik ontmoette, een clubje van man of 4, daarvan hadden er 2 een jaar 15 in Amerika gewerkt, Nederlands opgeleid, economen. Destijds beide hun loopbaan begonnen bij wat toen nog heette de AMRO, dat was nog niet de ABN AMRO, dat was Waterpas. Maar de fusie tussen die beiden was al een reden voor hen om uit Nederland te vertrekken en naar Canada te gaan. Het waren beide boerenzoons uit Friesland, die dachten, ja, zitten wij als jonge kerels hier aan het begin van onze carrière en iedereen zit de tafel vast te houden of hij wel een baantje straks krijgt. Ze zijn net nog die jongen, ze waren laat in de 20. Ze zijn in Vancouver begonnen en al heel snel naar Silicon Valley afgezakt en daar met telecomondernemingen in aanraking gekomen. Die zaten in de Verenigde Staten in die periode in de sfeer dat er net sprake was van unbundeling. Dus je kreeg van de big bells, kreeg je de small bells, zal ik maar zeggen. Ze moesten allemaal opgeknipt worden door antitrustwetgeving. Want er waren veel te sterke monopolisaties. En daardoor kwamen ze in aanraking met wat je zou kunnen duiden als meterkliks. Dus afrekenen met mensen aan de hand van telefoonkliks. Dat kennen we allemaal. We hebben begin van de jaren 90 in heel Europa zo'n golf gehad. Dat hebben die 2 veroorzaakt. Van Amerikaanse telecommaatschappijen. Die naar Europa kwamen. En een abonnement verkochten op het kiezen van een Amerikaans nummer. Die belde dan hierheen terug. En dan had je 10 keer zo goedkope verbinding met de Verenigde Staten. Als dat je gewoon PTT moest betalen. Iedereen zal het zich herinneren. Die bel heeft een jaar of 5, 6 geduurd. Want telefoneren werd ook zo'n commodity. En ook in Europa moest je dat opbreken naar kleinere ondernemingen. We zien het nu aan KPN enzovoort. Dat de marges zijn compleet verdwenen. En die industrie die wordt nog harder afgeknepen door de Europese Unie maatregelen. Op kosten van sms-berichtjes en dat soort dingen. En buitenlandse bundels enzovoort. Maar het denken van afrekenen in mieterkliks, daar hadden ze goed kennis mee gemaakt. Daar hadden ze een tamelijk goede handel mee opgezet. Maar die heeft maar 4, 5 jaar geduurd. Toen was het gewoon niet meer droog. In diezelfde periode begon Ericsson met een eerste vorm van een portable telefoon. Uit die Amerikaanse vending machines met een telefoon. Een flesje cola te kunnen bestellen en die laten afrekenen
op je telefoonrekening. Kun je iets bij voorstellen? Dat werkte voortreffelijk. Er werden ook andere vendingmachines aangesloten waar je textielen kon verkopen, met name bij sportclubs en dat soort zaken in hotels. Maar een groot probleem ontstond, wat er eigenlijk bij de telecom al was in de Verenigde Staten, dat het debiteurenprobleem, het incasseren van die vordering, heel groot werd. Want veel mensen konden hun telefoonrekening al niet betalen, laat staan alles wat ze uit die machines kochten. Dus dat werd een aflopende zaak, maar het is wel zo dat ze daarop zijn door gaan denken van wat kunnen we nou met dat afrekensysteem? Het is toch de idioot, kijkend zij als twee Europeanen naar de Verenigde Staten, dat we hier nog met checks en kasgeld, want ATM's waren die nog niet, dat we daar zo iets achterlijk ouderwets mee doen. En dat heeft ertoe geleid dat zij met z'n tweeën, ik hou het nog steeds anoniem, omdat ze pas over 2-3 maanden in de publiciteit willen komen en ik slechts hun adviseur ben. En ik heb afgesproken anoniem zal houden. Dat zij hebben bedacht, we gaan met een greenfield operatie aan de gang. Een groot stuk wit papier op de vloer van een van onze kamers. En hoe zou het nu in de betaalindustrie idealiter uit moeten zien? En dat is 2 jaar later de reden geworden waarom ze bijna weer terug zijn gekomen naar Nederland. Dat is nu 4 jaar geleden. En dan hebben ze het systeem verder uitontwikkeld. Ik zal daar straks wat meer over zeggen. En dan, 1,5 jaar geleden ongeveer, komen ze met mij in aanraking. En vanuit dat governance waar ik het eerder over heb gehad, mijn ervaring met uitzendbureaus in de 70e jaren, het feit dat wet en regelgeving altijd per definitie gestolde werkelijkheid is, en juristen per definitie niet in staat zijn om in de toekomst te kijken, loop je, als je in Europa, omdat je het zo modern vindt, als betaalsystematiek die al is, die overigens als enige bankbon heeft, de Visa en Mastercard bankbon voor het geld uitwisselen, loop je tegen het probleem aan dat je nergens in Europa zo'n soort product van de grond kan krijgen. Als je niet voldoet, ik maak het even in Nederland, maar het is Europees gelden, als je niet voldoet op de wet financieel toezicht, als je niet in staat of bereid bent om aan de toezichthouder, in het Nederlands geval de DNB, die dat namens de overige lidstaten ook doet, als toezichthouder moet voldoen, en ook aan de AFM die erop toezicht dat je voor de consumenten goed moet oppassen, dat je geen lelijke dingen aanbiedt. Ik houd het allemaal eenvoudig, wie er de vraag over heeft, wil ik er best verder op ingaan. Dus daar zijn we uitvoerig over gepraat, we hebben het afgestemd door de Europese Unie. Ik was daar redelijk thuis, omdat ik 5 jaar lang bij mevrouw Kroes in 2 high-level expert committees heb gezeten. 1 Internet of Things en de ander Fiber to the Home. En die discussies in Brussel, die ik nu duid vanuit het betalingsverkeer, die gingen daar ook al over zelfbeantwoordende wasmachines, dat soort dingen. Daar heb ik in andere lezingen hier ook al over gehad, of in een ander zaaltje. Dus dat was vol in de aandacht van politici. Vol in de aandacht van mevrouw Kroes zelf als commissaris. En je hebt ook gezien dat ze met de giganten op deze elektronica-informatica-markt wel wat spelletjes al gespeeld heeft en uitgespeeld. Google is een voorbeeld, Microsoft is een voorbeeld, enzovoort. En het laatste wat je zou willen, als je een betaalsysteem hebt bedacht, wat op het eerste oog erg goed lijkt en dat je goed hebt doordacht, dat witte papier, hoe zouden wij het doen? We nemen geen erfenis mee, legacy van 35 jaar automatisering. We beginnen gewoon met scratch. Wat zou het eenvoudigst zijn voor iedereen? En je denkt dan niet aan het feit dat je aan die wet en regelgeving moet voldoen, inclusief het omgaan met de toezichthouders in die situatie. Dan loop je tegen allerlei barrières aan die er later toe zouden kunnen leiden, en ik maak maar weer een sprong, naar bitcoin-achtige affaires. Dus die is helemaal niet onder controle, die staan zich er zelfs op voor dat ze compleet anarchistisch werden. Het enige wat je nodig hebt is jouw e-mailadres, mijn e-mailadres, en of dat echt van jou is en echt van mij is eigenlijk irrelevant, kunnen gewoon bitcoins uitwisselen. Het mag zwart geld zijn, mag terroristisch geld zijn, tadada. En juist tegelijkertijd in die periode, eigenlijk na 9/11, is gedreven door de Verenigde Staten, maar ook in Europa, op dat gebied ongelooflijk veel extra wet en regelgeving te
komen. Waar je de bankiers afgelopen weekend nog een Financieel Dagblad tegen de hoop ziet lopen, omdat ze aan zo ontzettend veel regels moeten voldoen. En dus ook die hele legacy van automatisering die ze achter zich aanspreken van 30, 35 jaar. En als je dus iets bedacht hebt wat die legacy niet heeft, dan heb je daarmee al een enorme voorsprong, maar dan moet je niet zorgen dat je die verspilt door niet te voldoen aan de wet en regelgeving. Kan ik eens bij voorstellen dat ze dat begrepen. Nou, toen hebben we nog een nieuw rondje financiering ingelast. We hebben er nog meer geld binnen gehad, omdat er geld voor nodig was. We hebben gespecialiseerde hoogleraar gevonden aan de UvA. Die is namelijk, noem ik graag, Bart Joosten. Die internationaal specialist is op het gebied van betalingsverkeer. We hebben gevraagd of Bart ons wilde begeleiden met betrekking tot het feitelijke juristerij. En dan heb je ook over verkoopvoorwaarden van mensen die zich aansluiten. Van winkeliers die zich aansluiten, want dat moet allemaal kloppen met elkaar. Dus anarchistisch er tegenaan gaan was ondenkbaar, want dan zou je praten over een doodgeboren kindje. Het is namelijk niet te beperken. Als je een nieuwe betaalmethodiek uitvindt, is zoiets als nieuwe spoorrails willen leggen. Dat moet eigenlijk meteen en helemaal overal, want anders dan kan er een trein niet rijden. En dat, ja, als je hier wel betalen kan, niet in Zuid-Frankrijk, vind je dat onhandig enzovoort. Dus dat soort overwegingen maken het nodig dat als je dat snapt, je vanaf het begin absoluut wenst aan wet en regelgeving te voldoen. En ook verantwoording af te kunnen en willen leggen aan de toezichthouders. Daaroverheen komt extra de laatste anderhalf, twee jaar, al in publiciteit geweest. Dat meneer Koonstam ook zeer geïnteresseerd is in wat je met de data doet die bij je rekeninghouder horen. En wat winkeliers daarmee doen of niet, of kunnen doen of niet. Dus naast de AFM heb je ook de Nederlandse Bank, dan heb je ook het CPB, die letten op je gedrag en tegenover wiens gedrag je eigenlijk open wilt en moet stellen. Ik heb het eerst over willen en dan moeten. Maar je moet het in ieder geval ook. Als je het wil, dan is het best wel om daar een kleine gedoogzone te vinden met een crowdfunding. Als je maar een klein beetje kapitaal vergaart, dan mag het. Maar zodra het om het grotere bedragen gaat, goedkeuring op je prospectus halen bij de AFM. Niet doen, economisch delict strafrechtelijk vervolgbaar. Zo is dat met al die andere dingen ook. Waar ik het net over had in de betalers. Dus het is van groot belang om je dat te realiseren en daar iets mee te doen. En het zo goed te doen, en dat is dan een strategische overweging van het clubje geweest, dat de Nederlandse Bank en de Europese Bank daarbij, en we zijn eigenlijk van overtuigd dat ons dat zal lukken, ik spreek maar over ons, ook deel ben ik van uitmaken van die club, dat het ons lukt om een standaard te zetten voor wat we gaan doen, zodat volgers, niet toe zoals je wilt, min of meer gehouden zullen worden door de toezichthouders om ook minstens aan die standaard te voldoen. Want als ze even hebben gezien dat dat kan, dan wil je niet accepteren dat het net wat minder genoeg wordt. Dan. Dat is ongeveer de strategische manier. De inschatting die we daar maken is dat de entreedrempel die we daarmee hebben gecreëerd, en die dus eigenlijk niks te maken heeft met intellectueel eigendom in de zin van octrooien ofzo, ICT octrooien, dat is. Dus je moet de entreedrempel zo hoog mogelijk maken met betrekking tot als je bang bent voor de concurrentie. Omdat, daar hebben ze zorgen over, want die investering moet op zijn minst worden teruggedraaid. Dan moet je zorgen dat je entreedrempel zo hoog mogelijk is. Nou, dat zie je dus in het zo goed mogelijk voorbereiden van al die governance-achtige dingen waar ik net over heb gesproken. Dat geldt zelfs voor de structuur van de vennootschap als zodanig. We hebben gekozen om een structuur te hebben die werkt als een structuurvennootschap. Ik weet niet of iemand dat iets zegt. Het kenmerk van een structuurvennootschap wil ik kort toelichten, anders dan is de clue waar het om gaat niet duidelijk. Dat is dat daar een raad van commissarissen zit die zichzelf in leven houden door cooptatie. Die worden dus niet aangewezen door de aandeelhoudersvergadering. Die hebben zelf het recht om een bindende opdracht, voordracht te doen voor een opvolger of iemand af te. Je hebt ook het recht om
directieleden te ontslaan of aan te stellen. Daar hebben we de aandeelhoudersvergadering niet voor nodig. Dat is wat de Nederlandse bank en ook de Europese bank en de financiële instellingen graag zien. Want die willen de invloed van aandeelhouders zoveel mogelijk op een afstand houden. Dus krijg je daar weer toe. Dus wij hebben die vennootschap ingericht als waarheid een structuurvennootschap. Met een raad van commissarissen die zorgvuldig bij elkaar hebben gezocht. En de eerste keer zoek je ze wel zelf. Nou, die is vorige week aangetreden formeel. Die vennootschap heeft die vorm gekregen waar ik het over had. En dan is er nog iets anders. Daarnaast is ook een stichting derdengelden gecreëerd. Waar iemand zijn saldo neer kan zetten. Dat komt dus niet in die vennootschap. Komt op stichting derdengelden, die is juridisch onafhankelijk. En heeft een andere raad van toezicht dan de vennootschap. Want we gaan werken als een elektronische geldinstelling, dat is de term die in de wetgeving wordt gebruikt, of EMI, Electronic Money Institute, in de Europese wetgeving. We gaan werken, want we hoeven geen bankvergunning omdat we geen kredieten zullen gaan verstrekken. Dus we zijn geen geldscheppende instelling, zoals dat heet. Iedereen staat altijd positief en anders handelen we die transactie niet af. Er zit wel een hele trucendoos achter om dat goed te begeleiden, maar dat is de kern van de bewering. En intussen staat het saldo van die rekeninghouder op die stichting derdengelden. Het saldo gaat er alleen maar af als hij of zij dat zelf wil. Dat wil nu terug hebben. En dan gaat het geld weer terug naar het girale verkeer. Sorry. Die staat er los van. Dus ik heb net eigenlijk een iets ingewikkeld verhaal, excuus. Er zijn een aantal vergunningen die de Centrale Bank Europees of de Lokale Bank afgeeft. De bank, EMI, EGI, Payment Service Providers en afhandelingsbedrijf. Dus als je de hoogste hebt, mag je de rest doen. Zo ga je steeds naar beneden. Dus daar komt die lijst niet bij. Er zijn wel een heleboel dingen waar de Europese Unie, daar doe je op. Nee, controleert het. Waar de Europese Unie, maar ook de nationale regeringen naar aan het kijken zijn. Want je hebt net gehoord dat ik zei, als je een geldscheppende instelling bent, dan heb je een bankvergunning nodig. Punt. Zo eenvoudig is dat. Maar wat doen we dan met VVV cadeaubonnen? Wat doen we met hotelplanbonnen? Wat doen we met giftcards? Wat doen we met da-da-da? Dat is een tamelijk ingewikkeld verhaal, daar zal ik jullie niet mee vermoeien, maar er is heel wat juristerij nodig om dat zo zuiver te doen, dat je voldoet aan de wet en regelgeving. In de bewering te weinig hier staat dat niemand dat doet die die dingen uitgeeft. Integendeel, ze hebben van het niet inwisselen van al die issues een verdienmodel gemaakt. Dus 6 tot 10% van hun omzet halen ze uit het niet verzilveren van die dingen. En daarmee heb je geld geschapen. Tot nu toe knijpt de Nederlandse bank daar een oogje voor dicht. Maar er wordt al wel intensief over gesproken. Zelfs een van de directieleden van de Nederlandse bank bezoekt die vergadering van een club van mensen die zich met deze business bezighouden. Met het oog daarop. Heb ik hier met fatsoenlijke mensen te maken of niet? Ik kom dan in de sfeer van moraal en ethiek. Dat is mijn hobby binnen de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Want compliance kun je hebben zover als je wilt, checklist kun je hebben zover als je wilt, maar iemand die een slechterik is en voldoet aan alle eisen, blijft een slechterik. Dus opeens hebben we het nauwelijks meer over technologie, maar hebben we het over moraliteit en ethiek. En als je aan een nieuw betalingssysteem begint, dan is een soort van wet van mede en pers, heb ik het maar geprobeerd te maken, betrouwbaarheid, het meest essentiële wat je kunt doen. Want dat de techniek het doet, dat zal het publiek wel geloven. Je moet natuurlijk zorgen dat je geen fouten maakt. Maar dat is dan het beste bewijs van dat doet het wel. Maar dat je betrouwbaar bent, dat is veel essentieeler. Vandaar die Stichting Derdengelden met een aparte raad van toezicht. En die vennootschap in de vorm van een structuurvennootschap, waar dus niet de aandeelhouders de benoeming van de lid van de Raad van Commissarissen bepalen.
heb ik nog een kwartiertje om te vertellen hoe het gebeurt. Stel je het computersysteem als een ICT-platform wat een black box is voor en wat een soort van clearinghouse is. Die black box die er wordt omgeven door een set standaard software waaraan het compatibel is, die kun je in de markt kopen of huren. En dat zijn de programma's die door de Nederlandse bank zelf, in Europa, door de Duitse bank, door alle grote middelgrote banken worden gebruikt. De AML software, Anti-Money Laundering. Je zou gek zijn als je dat zelf gaat ontwikkelen, dan kan je gewoon kopen. Je moet alleen zorgen dat het kan begaan met je eigen blackbox. Dat gebeurt, die toepassing gebeurt 7 dagen per week, 24 uur per dag. En iemand die daar geoormerkt op het lijstje staat, accepteert het niet als rekeningnummer. We hoeven niet te vertellen wie het is. Zo voldoen we nog aan een serie wetgeving, maar een van de meest pikante vind ik zelf. De Politically Exposed People lijst. Alle Tweede Kamerleden, alle Eerste Kamerleden, alle ministers, staatssecretaris. College van Gedeputeerde Staten in Nederland even om die context te houden. Burgemeesters en soms colleges van BNW in de grotere steden komen op die lijst toe en wij worden van rechtswege verplicht op hun betaalgedrag te letten en te kijken of dat niet bijzonder is. Wat bijzonder is, moeten we zelf bepalen aan de hand van de statistiek die we van hen zelf maken. We worden geacht dat te melden op justitie en binnenlandse zaken en dat hoeven we aan de betreffende mensen niet te vertellen. We mogen gewoon zeggen, we willen je niet meer hebben als rekeninghouder. Veel mensen weten dat niet. Ik verwacht dat het voor jullie ook bijna niet is. Al die controletrucendozen hangen samen met de wet en regelgeving en het feit of je wel of geen vergunning kan krijgen. Als je dat niet kunt, krijg je die vergunning niet. Verder is er nog een periode die voorafgaat aan het krijgen van de vergunning. Vergunning heb je volgens de wet en regelgeving, nadat je de aanvraag bij de Nederlandse bank ingediend, 13 weken zou je moeten hebben. Maar dan ontstaat er een spelletje van vraag en antwoord, wat alleszins redelijk is. Want die jongens en meisjes op het verenigingsplein krijgen zulke aanvragen ook niet elke dag. Dus die willen weten wie erachter zit, hoe de gedachten steken. Dus je krijgt allerlei aanvullende vragen. Wij houden er rekening mee dat het traject afgerond zal zijn tussen januari en februari 2015. En dan willen we dus vol in de markt ons exposeren. Voor die tijd, vanaf september aanstaande, zullen we in een zogenaamde vrijstellingsperiode terechtkomen. Dus dan toetst diezelfde Nederlandse bank die dingen, zoals dat heet, marginaal. Voldoen je daar ongeveer aan? Dan hebben wij het gevoel dat je het netjes voor elkaar hebt. Nou, ga het maar proberen. Dan hebben we een aantal beperkingen op de normale wet en regelgeving, waarbinnen we moeten bewijzen dat we echt kunnen wat we zeggen. Die beperkingen die zijn er maar gemiddeld nooit meer dan 5 miljoen euro op het saldo staan, bij elkaar geteld, van die stichting Dergelden. Maar wel een gemiddelde zijn, dus nog een beetje variëren. En we mogen niet meer dan op elke rekening van iemand die aangesloten is, meer hebben dan gemiddeld 100 euro. Dat is relatief veel, omdat het systeem gaat zich betalen per transactie. En we rekenen dus op een markt van veel en kleine transacties. Dus het saldo of een percentage daarvan is voor ons irrelevant. Die vrijstellingsperiode zal dus 6-7 maanden duren, afhankelijk van wanneer die vergunning EGDI of Engels EMI wordt toegekend. Terug naar die black box. Die controleert of degene die een betaling wil doen voldoende saldo op die derde rekening heeft. Is dat het geval, dan voert hij hem uit. Als het niet het geval is, zegt hij, ik heb niet genoeg geld. Dan proberen we te bewaken aan de voorkant, door als je beneden een door jou gewend saldo komt, dat je gsm'tje, je smartphone, tegen je zegt, je hebt te weinig saldo, dan kun je dat alsnog aanvullen vanuit het IMA-verkeer. Het kan ook zo zijn dat je met je werkgever of met je ouders een afspraak maakt, dat die maandelijks een deel of alles van het geld dat ze normaal aan je overdragen aan de ontleger, als student bijvoorbeeld, op die rekening bij die stichting Dergelden stort. En op die manier gewaarschuwd wordt. Smartphone hebben we het al genoemd, dat gaan wij doen.
We gaan niet naar NFC, naar Near Field Communication. Vinden we niet veilig genoeg. Kan je uitluisteren, kan je inbreken. Kan je SAL niet wijzigen terwijl iemand een transactie staat te doen. We gaan naar een systeem van QR-codes. Zowel bij de winkelier als bij de aangesloten mensen. En dat systeem zal elke 6 tot 12 seconden zijn eigen structuur wijzigen. En daarmee het hele bestand tegelijkertijd. Dus als je dat rekent, moet je wel razendsnel. Daar zitten verder nog een aantal verdedigingsmechanismen achter waar je dat nog zou ontdekken, denken we. Maar dat weet je maar nog. De QR-code leent zich namelijk om dynamisch dingen te representeren. En dat kan de identiteit zijn van de rekeninghouder. Als het een winkelier betreft, kan het de hoogte van het bedrag zijn wat je vindt dat je moet betalen voor iets. Winkelwagentje vol, stapeltje boeken, weet ik veel. En die informatie, die krijgt hij in een variëteit van vormen aangereikt vanuit zijn point of sale. Point of sale in de meest eenvoudige vorm is gewoon een kassa. En iemand die een bonnetje schrijft dat je verschuldigd bent, zegt met de barkeeper in de sportkantine. En die komt daar nog een beetje voor. En die vertelt dan aan je als rekeninghouder bij dat bedrijf, ik wil 25,40 van je hebben, 25,40 euro, die mensen hadden dat steeds nog gulden zijn. 25,40 euro, dat toets je in en je geeft een akkoord, of mag je er zelf kiezen, je moet een pincode in kiezen. En als die pincode geaccepteerd wordt, gaat die betaald worden. Op hetzelfde moment via de cloud krijgt in het geval van de sportkantine, die betreft een barkeeper op zijn smartphone de bevestiging dat hij binnen is. De appjes om dat te doen, stel wij gratis televisie. Dat gaat ook met zeer geavanceerde point of sales. Ik neem even de hele andere kant. Je hebt ook point of sales, afrekenpunten in grote winkelbedrijven, waar je een kassa hebt die niet alleen laat zien in een venster dat je het achter wilt betalen, maar die daarnaast in het display ook zo'n QR-code kan produceren. Dus daarom heb ik dat gedoe van het vertellen, dat ik ook bij de Chinees heb van ik krijg 25,40 euro van je. Dat heb je dan niet, want dat vertelt die kassa, dat scan je met je smartphone 10 QR-code. Je geeft akkoord en de betaling wordt op hetzelfde moment gedaan. Eigenlijk kan ik er meer niet over vertellen. Ja, hoe technisch zit het, dat ga ik niet doen. Ga je maar. Heb ik nou goed begrepen, dan de onderliggende waarde is 15 miljoen, toch? Nee. Is het niet? Oh. We hebben geen onderliggende waarde, zijn de saldi. Dat zijn girale gelden die op die stichting derrekening staan. Ja. En alleen in de proefperiode, dus de vrijstellingsperiode, zoals dat formeel heet, is dat begrensd tot een maximum van 5 miljoen gemiddeld over alle saldi. Oh. Zodra die vrijstellingsperiode voorbij is, is er geen grens meer aangesteld. Ik wil niet zeggen, dat is niet altijd bewaken dat je niet erboven. Dat geldt alleen maar voor die paar maanden. Dat is ook de reden waarom, laten we maar zeggen, onze uitrolprojecten, die zullen afgestemd zijn op lieden van 17 tot 25 studenten. Daar hebben we ook andere redenen voor, die ga ik straks noemen. Maar je kan ze ook bij elkaar verzinnen. En het liefst dan ook in de cateringsfeer, bij de restaurants van de HBO of de universiteit. Daar hebben we met één winkelier te doen, zeg maar. Dus dat maakt het leven een beetje makkelijker tijdens een vrijstellingsperiode. Het is des te interessanter als dat lukt, en wij hebben goede reden om aan te nemen dat dat lukt. Want we hebben bij dat gemiddelde van 100 euro per rekening hebben ongeveer 50.000 studenten nodig. En met 50.000 studenten komen een hele end. Heel makkelijk in Nederland, een paar grote steden, de universiteit, dat gaat wel. Dan hebben we tegelijkertijd bereikt dat een heel actieve frontrunner groep het is gaan gebruiken omdat het een gadget is. En daarna, zodra we de vergunning hebben, hebben we een viraal groeidee. Dus we gaan geen marketingcampagnes en dat soort dingen doen. Want we gaan 30% van de marge die we hopen te verdienen terugploegen tot in de zesde rij achter degene die zijn vriendjes heeft aangesloten. Dus hij krijgt geld of zij krijgt geld terug in de vorm van punten, want we maken geen geld in ons, we maken punten. Als die punten inlevert, dan zullen er winkeliers zijn die daar korting voor krijgen, of wij zorgen dat je korting krijgt. Dus pas op dat moment
Dat is een no-Q-no-pay-achtig ding. Die zes rijen daarachter, we noemen dat de Six of Threes, dat heeft alles te maken met de theorie dat je met zes handjes schudden over de hele wereld bent. En als je dat actief bevordert, dan verwachten wij dat de 50.000, zodra we de vergunning zullen hebben, tot de zesde macht ineens zal exploderen. En wij moeten er dus ook voor zorgen dat we dat aankunnen. Dat is een kwestie van rekencapaciteit, niet van de software zelf. Dus voldoende rekencapaciteit in de parallele processing, dat het dan gaat. Wat bedoel je? Op dit moment dat ze betaald van banken, servers, hebben van belangrijk bij Woonbank het hier al verkeerd. Financieel Dagblad afgelopen weekend. Ik was blij dat het verscheen met deze informatie. Daar kan ik je naar verwijzen. Minstens 70 euro per jaar. Bij welke bank dan ook, plus transactiekosten. Als je betaalt met een creditcard, wordt het een 3- tot 4-voudige dag. Dan ben je 100 euro per jaar kwijt aan het betalen van creditcards. Wij gaan aan onze particulieren niets in rekening brengen. We gaan aan de winkeliers alleen maar in rekening brengen in de beginperiode 4 cent per transactie. Dus die betaalt alleen maar als de transactie plaatsvindt. En het plaatsvinden van de transactie is het bewijs van een succesvolle marketingtransactie. Want anders betaal je niet. En dan rekenen we maar 4 cent per transactie. Dus als de transactie niet tot stand komt, hoeft die winkelier ons niks te betalen, ook al is hij aangesloten. Daarna zal het verschuiven onze opbrengstkant in het verdienmodel van de betaling per betaalingstransactie, want we gaan ook voor de winkelier gratis doen. En dan krijg je, dat verhaal kan ik nog net wel coveren, dan krijg je wat gebeurt er met die data? Er zit een soort, zeg maar, matrix op je smartphone van de rekeninghouder en die mag zelf invullen, ook al vult hij niks in, is ook goed. Waar hij die data heen wil hebben en waar niet. En dat moet hij elke maand herhalen. We hebben voorlopig op een maand gekozen. Maar hij moet het zelf kiezen. Als hij kiest voor niks, ook goed. De merchants doen dat andersom. Die vullen een matrix in waar ze een soort van marketing tools aankaarten. Bijvoorbeeld het sparen van airmiles of het sparen van bonnetjes. De plakbonnetjes bij de supermarkt, dat ik maar zeg, sparen bonnetjes. En ook die winkelier bepaalt zelf wat voor marketing tools die kan inzetten. Daar krijgt hij een toolkit voor. Daar staat op de onderdelen, stelt hij gewoon samen. Die zijn natuurlijk wel elektronisch gekopieerd, zal ik maar zeggen, van al die marketingtransacties die nu al in de markt tegenkomt. Dus crop deals, airmail-achtige spaarsystemen, spaarkaartachtige systemen, ook de giftcards. Giftcards hebben, als je het elektronisch wilt doen, zijn vrij te doen, twee aspecten. Kun je ze open loop hebben. Je wil aan iemand een giftcard elektronisch toesturen ter waarde van 50 euro. Nou, die krijgt hij dan, mag hij overal besteden bij iemand, winkelier die ook een rekening heeft. Gesloten loops, dat is als bijvoorbeeld een bijkoop zegt, je mag een giftcard op mijn naam uitgeven. Dan moet je ook bij mij komen besteden. En waarschijnlijk komt er nog een derde variant bij. Dat is dat we een soort clearinghouse maken voor die kloosterhulp. Want lang niet iedereen is blij dat hij gedwongen wordt door zijn vrienden om bij de bijkoop te komen, zou ik maar zeggen, bijvoorbeeld. En die wil daar al een tegenwaarde voor hebben. En wij zullen de winkelier stimuleren dan meer te bieden dan hij cadeau heeft gekregen. Want daar stimuleer je mee om met die giftcard naar een open loop te gaan. Dus we denken dat dat model goed in elkaar zit. Kan een student ook aan de student overmaken? Ja, dus al het verkeer. Als we de student en de winkelier even duiden als consument 1, consument 2. En de winkelier even als merchant 1, merchant 2. Dan kun je van consument 1 naar 2 en terug. Je kunt van consument naar merchant. Je kunt van merchant naar merchant en terug. Je kunt van merchant naar consument terug. Dus alle diagonalen die je kunt trekken en het vierkantje rond zo goed. Dus het is een heel sterk peer-to-peer. Dus in de kroeg, laten we die zelf studenten nemen, want daar zoeken we inmiddels. Je kan in de kroeg aan iemand zeggen, die zegt, oh, ik heb geen geld bij me, dan moet je wel overmaken, je hebt er ook een rekening mee.
En dan kan hij ter plekke overmaken aan een andere rekening. Dan kan hij zijn eigen gewoon niet betalen. Waarom zou ik het gaan gebruiken? Want het moet al gemakkelijk bieden of iets. Het gebruikersgemak van het werken met de QR-code is minstens zo groot. Gewoon door praktijktesten die we achter de rug hebben, we hebben met voorraad gewerkt natuurlijk testgroepen. Als met de NFC-kaart, de proef die door de bank is genomen in Leiden bijvoorbeeld. Dus het gemak is even groot, het is even scannen klaar en staat erin. Dus dat is één ding. En het tweede ding is, voor de winkelier is het ietsje gecompliceerd afhankelijk van zijn point of sale. Dus we hebben dan ook een hele set argumenten met elkaar verzonnen. Voor de sportkantine, waar ze met alleen met de kassa werken, versus het point of sale met een display waar je de QR-code in kan laten zien. We gaan zelfs zover, je kent die uitzending misschien op RTL 4, RTL 7, reclamefilmpjes, waarin je als kijker wordt gestimuleerd die roeimachine te kopen of die hotball of weet ik veel. We zijn een heel net in onderhandeling om daar ook die QR-code onder te laten komen. En dan zegt die QR-code als je aangesloten bent, en anders zeg ik, moet niet mee. Dan zegt hij, je hebt geen geld op je rekening. Dus open de rekening. Of enzovoort. Dus die QR-code van dat filmpje gaat veroorzaken dat je een klein appje downloadt, automatisch. En die zegt dan, je hebt nog geen rekening, maar als je hem opent, dan voelt hij zo betaald. Dus het is heel erg, denken wij, gebruiksvriendelijk. Wij denken ook dat het belangrijkste argument we gaan gebruiken meer zit in het hebben van de gadget dan in het verschil met andere betaalmethodieken. Die is er wel en we kunnen je haven uitleggen tot de kleinste details waarom dat systeem beter is. Maar we denken als het een gadget is als argument waarom je het wil doen, fijn. Ja, maar dit gaat via je data of via je smartphone? Ja. Dat is toch niet veilig? Waarom niet? Omdat smartphones inclusief te hacken zijn. Nee, ze zijn wel te hacken, maar niet langs deze app en die QR-code. Maar als ik iemand anders smartphone weet te hacken, dan kan ik toch vanaf zijn rekening gaan betalen en dan moet ik nooit iets dat bij mij wijst. Als voorgesteld dat jij bij die rekening kan, en die rekening, de virale rekening, die staat op die stichting 30 houden, daar kom je niet bij. Maar je kan toch met zijn saldo ergens afleveren, als ik zijn telefoon krijg. Ja, dan moet je zo'n aannemen dat je zo'n pincode kent, want die zit erop. Dus als degene die hem gebruikt handig omgaat met zijn pincode, ken je die niet. Dus je moet een pincode in de vorige gedaan. Ja, maar als dat is niet allemaal normaal hoor, in betalingsverkeer. Als ik de telefoon moet hebben, dan kan ik toch afluisteren wat pincode is op het moment dat die pincode nee, in niet. Dat komt door de gescheidenheid van enerzijds het elektronische geld en anderzijds het virale geld. Als ik volledige controle over iemand anders telefoon heb, dan kan ik ook precies zien wat hij op het toetsenbord zit. Ja, maar je maakt niet een combinatie. Zelfs als je zou kunnen hacken, en die geef ik je cadeau. Ja. Ja? Want die strijd ga ik hier niet aan. Kan ik wel een tijdje lang over, maar dat doe ik niet. Hè? Dus zelfs als je kan hacken, dan kom je in het elektronisch verkeerssysteem. En dat elektronisch verkeerssysteem moet kloppen met de saldi en de aanwezigheid van geld op het virale systeem dat op je stichting derde gelden gaat. Dat staat niet op die telefoon. Nee, maar als ik iemand met zijn telefoon kan afrekenen in een winkel en ik heb volledig controle over die telefoon, dan kan ik toch doen alsof die telefoon aan afrekenen. Tuurlijk, als je jouw vriendin die telefoon geeft en je pincode, kan ze met jouw telefoon afrekenen. Dat was dat nu ook. Dan zou ik toch op een afstand kunnen doen als ik iemand anders telefoon krijg. Hè? Ja, maar dan veronderstel je dat je hem kan hacken, inclusief die dingen die ik net noemde. En daar gaat het. Ja, laat het maar. Je hebt je IP-codes en al dat soort gedoe. Dus er zijn wel vier of vijf verschillende voorwaarden tegelijkertijd. En zoals ik heb gezegd, we wisselen steeds, hè, elke 10 seconden. Ja, maar ik kan in principe alle informatie vanaf de kassa waar ik probeer dat te doen. Nee. Dan haal je alleen maar als je die telefoon hebt die aangesloten is op het systeem waar ik dan wel. Haal je van die kassa alleen de QR-code waarmee je die QR-code kan lezen en identificeren, want die app zit in die telefoon. Daarna moet je beschikken over de pincode of niet. Laat de aannemer weten daarover beschikt. Ga je akkoord met de betaling, de winkelier krijgt ook een akkoord. Want elektronisch is die betaling gedaan en je krijgt het geld niet van die rekening. Dus hij wordt direct daarna gestopt. Omdat je ervan uitgaat dat degene die de telefoon is gehackt al dat heeft geblokkeerd. Ja, de afstand tussen het elektronisch geldverkeer en het giraal geldverkeer
die is technologisch alleen maar aanwezig doordat het elektronisch verkeer raadpleegt, het virale verkeer, en kan slechts op instructie van de combinatie van het bedrijf waar ik het over heb en de rekeninghouder geld downloaden terug naar het virale verkeer. En dan komt de hele humdrum te passen als bij bankrekeningen, want bij het onboarden zowel van winkeliers als van consumenten hebben we die hele checklist nodig, identificatie, ik ben niet overtuigd van het feit is. Hoeft ook. Want ik zou uitleggen dat ik het zou hacken als ik dat. Ja, dat is prima. Graag zo. Nee. Dus je rekent het winkelmandje af en niet de inhoud van het winkelmandje. Voor ons is geen enkele data ervoor. Nee, ik heb gezegd dat de consument kan zijn of haar data ter beschikking stellen aan die wil. En tegen welke criteria die wil. En de winkelier kan om data vragen naar wie die zijn boodschap wil sturen. En dat betekent nog niet dat we dan een Jantje Pieter plaatje sturen. Als hij zegt, stel dat deze schoenenwinkelier in de Kalfstraat Amsterdam, ik wil volgende week 50 paar huppelde cups aanbieden tegen extreem lage korting. Dan kan hij in zijn matrix zetten dat hij dat wil doen. En mensen die om schoenen vragen in hun matrix, individuen, die worden er dan op afgestuurd. Nee. Ja. Alleen maar behoefteomschrijving en dat altijd nog geaggregeerd over groep. Zou je ook een productie ook mogen? Dat mag van mij wel, maar dat vonden we niet in dat systeem. Kun je daar anoniem mee betalen? Nee. Wat dat betreft zijn. Je hebt gewoon dezelfde formele inschrijving nodig als die je ook hebt als je bankrekening opent. Maar als ik munt in mijn portemonnee heb en ik geef het aan iemand, dan kun je daar nooit meer achterhalen van wie dat geld gekregen of wie dat geld heeft gekregen. Ik heb een elektronische spoorvorming vanaf het begin tot met het eind. Dus als je dat niet wil, dan zul je het niet. Als je dat niet wil, moet je het niet doen. Is het grote voordeel dat het goedkoper is? Wat is het grote voordeel? Nee, het grote voordeel is dat het veel goedkoper is. Dus bij de consument spreken we over, afhankelijk van wat je als toetssteen neemt, een factor 40 tot 50 goedkoper. Dat gaat namelijk niks kosten. Ja, die hadden banken, maar wat nog? Ja, die heeft nu nog tijd nodig. Dus dat is altijd zo met vele auto's. Ja, we hebben de kosten, kijk goed, ja. Het is een systeem ernaast. Ja. Dus in het begin moet het een gadget zijn voor de consument. En voor de winkelier is het anders. Want die betaalt relatief veel voor zijn betaaltransacties. Ideal is de goedkoopste. Als je niet zoveel ideal transacties hebt als webshop, dan betaal je 40 cent. Als je heel veel hebt, is de laagste prijs die wij hebben 14, 15 cent per transactie. Nou, dat sowieso gaan we allemaal voor 4 cent doen in de beginperiode. Maar daarna verdwijnt die zelfs, omdat die verschuift naar die marketing toepassing. Hoe confronteer je van het feit dat een QR-code in Nederland wel aan gaat slaan met dit systeem? Dat vind ik voor mij bijvoorbeeld Leo opgericht, dat wil dus ook dus codes waar je een pagina kan scannen. Maar de bootstrap had altijd die moest appen om te kunnen scannen. Ja. Dus dat was een soort van, ja, ik heb eigenlijk probleem tussen. Ja. Is jullie strategie dan volledig gebaseerd op de 50.000 studenten die jullie willen overhalen? Om mee te beginnen wel. First movers? Om mee te beginnen wel. Maar het is niet uitsluitend dat iedereen kan gebruiken. Ja, wij zien ook gebruikers als zeg maar tieners of nog jongere kinderen die een zakgeld krijgen op die manier na verloop van tijd, als het beter is in de burger. We moeten ons in het begin beperken tot een goede match te vinden, dat is lastig, kind of ei verhaal, tussen beschikbare merchants en mensen die daar willen kopen. Zo zijn we ook die studenten gekomen, als je daar 3 jaar over nadenkt, is dat echt voor nodig. Ik denk dat we 2 dagen hebben. Daarna nog eentje en dan ronden we af. Leveranciers van Tasso Software Systemen, zijn die bezig met communiceren van. Ja, dat is 2 rij. Onderleveranciers van Kassa Systemen treffen heel veel codecs van deze wereld aan. Die hebben dus niet begrepen waar ze naartoe gaan. Die zullen afvallen. Er zijn ook leveranciers van Kassa Systemen die inmiddels hun kassasystemen aan het vervangen zijn door appjes op een iPad of door andere draagbare,
zodat ze draagbare point of sale krijgen. En ook makkelijk uitbreidbaar. Met die leveranciers zijn allemaal niet. Heb je ook al een systeem aangepast van nu? Nee, dat is niet nodig. In ieder geval waar we van starten. Ik denk dat de verkoper nog zo'n appje ernaast moet houden om dingen over te tikken. Nee, werkt anders, maar dat ga ik niet. Kijk, die kassasystemen in de catering situaties van de universiteit die variëren ook weer. Soms moet je bonnetjes scheuren, soms een kaartje knippen als een conducteur. Een andere keer is er een plastic kaart met een magneetstrip. Dus dat is een variëteit van verhalen, daar heb ik zo'n handleiding over. Maar omdat dat het merchant betreft, en het gekke is dat cateringbedrijven, de universiteiten zijn er maar een paar. Dus daar hebben we onze werkzaamheden zoveel mogelijk proberen te beperken. We willen juist veel studenten. Nog eentje? Dan, als ik bij bank kan ik kiezen welke bank ik wil zitten. Ja. Is het bij dit ook mogelijk dat er later concurrenten komen waarmee je dan het geld kan uitwisselen via het systeem? Of zijn ons wel. Vrijheid en vrijheid. Dus jullie vinden het ook goed dat je van de ene naar de andere geld overmaakt? Als je maar een vergunning hebt. En die moet je nog wel zien te krijgen. Zoals wij dat ook nog moeten. Maar in principe wel, geen probleem. We mikken in onze stoutste dromen, om je toch een beetje een beeld te geven. We zijn extreem succesvol als we marktpenetratie in de leden van de Europese Monetaire Unie halen van 4%. Dus die 96% moeten er niet langs gaan. Daar moeten wij bereid mee zijn te communiceren, want anders dan sluit je jezelf uit. Oké, dank voor jullie aandacht.